één brok gezelligheid. Ja. Ja, echt hartstikke leuk. Het is heel supergezellig. Ja. Relaxed, gezellig met een groep vrijwilligers en hartstikke leuk met zoveel kinderen. Ja, gewoon het vermaken van de Oosterwijkse jeugd en zorgen dat ze een leuke week hebben. Dus 50 jaar bestaan, wordt dan nog gevierd? Of... Volgend jaar, als alles weer normaal is, dus kwartjes aanhalingstekens, gaan we volgend jaar het 50 jaar bestaan vieren. Ouweveld is daar achterin en nu zijn we hier beland. Ja, het is een soort virus, zeggen ze. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan blijf je het doen. Het begint nu al een beetje te kriebelen, moet ik zeggen. En als die tent er eenmaal staat, hè, dan, op het veld, dan ja, zitten we daar gewoon elke dag. Van 8 tot en met 12 augustus was het weer Wonderland in Oosterwijk. Kinderen van 8 tot en met 12 konden zich onder leiding van een groot aantal vrijwilligers heerlijk uitleven in spel, zwemmen, wandelen, samen slapen en de kindermarkt. Wonderland is de naam van kindervakantiewerk in Oosterwijk. Een week vol met spelletjes en leuke activiteiten voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Ik ben Karin Mol. En ik ben in het eerste jaar dat ik bij Wonderland meedeed gewoon vrijwilliger geweest. En het jaar erop was ik penningmeester. En dan ben ik volgens mij 2 of 3 jaar geweest. En daarna werd ik voorzitter. Dat heeft ze gezegd gisteravond. Dan was ik nog even gebleven. Dan had ik ook mee een barbecue. Ik had al een paard gelust. En een koe en een kalf. En een heel paard behalf. En een los is een stier. En 7 tonnen bier. En een kerk voor rapen en een schip voor rapen, schapen. En dan nog kan ik niet slapen. En ik ben Ruud Mol en mijn geschiedenis met Wonderland gaat iets verder terug. Ik denk ongeveer tot 1980. Toen werd ik gevraagd of ik een keer een speurtocht kon uitzetten voor Wonderland. Nou ja, sindsdien ben ik er een aantal jaren heel actief bij betrokken geweest. In ieder geval als vrijwilliger. En ook al redelijk snel in het organiseren van spelletjes. En op een gegeven moment ben ik me gaan bezighouden met een stukje presentatie. En te zorgen dat er iets was wat de hele week doorliep. Loopt het dit jaar helemaal naar wens? Het loopt helemaal super. Als het vandaag nog droog blijft, dan zijn we helemaal tevreden. Ik ben Erna Spijkers en ik ben begonnen toen ik 16 was. Dus dat is echt lang geleden. Toen was het echt heel klein. Dat was een legertent en deden misschien 25, 50 kinderen mee. Die moesten dan 50 cent betalen en dan mochten de hele dag meedoen. Dus daar ben ik begonnen. Ik zit nog steeds in het bestuur. Ik ben een keer dus eruit geweest en weer terug in het bestuur. Mijn naam is Alex Timmermans en ik ben 15 jaar, misschien wel langer, voorzitter geweest van Wonderland. En ik heb nog steeds altijd in de spelletjescommissie gezeten en ik ben nog steeds actief als vrijwilliger. Ik denk dat ik het nu zo'n 35 jaar. Wonderland, de Oosterwijkse kindervakantieweek, viert deze zomer haar 50-jarig jubileum. Oostwijkse basisschoolkinderen kunnen immers al 49 jaar meedoen met de week vol spelletjes en gezelligheid. Als eerbetoon aan dit zomerse festijn heeft Lovo een documentaire gemaakt waarbij met betrokkenen wordt teruggegaan in de tijd. Wij wensen u veel kijkplezier en hopen vele herinneringen naar boven te halen. Hoe is Wonderland eigenlijk opgericht? Hoe is het idee ontstaan? Ik denk van heel vroeger uit is het ontstaan. Ik denk vanuit de jongeren, vanuit nummer 90, hè, jongerencentrum.
En er moest natuurlijk iets, of dat moest niet, maar die wilde iets gaan organiseren voor kinderen. Zodat je voor kinderen die het gewoon echt minder hebben en ook echt niet op vakantie kunnen, dat die toch gewoon wel echt mee kunnen doen aan die week. Dat dat niet ook nog te duur is, want in principe is natuurlijk de kindervakantieweek van oudsher. Daar is het om begonnen. Is begonnen om kinderen een vakantie te geven die ze anders niet hebben. Dat kindervakantiewerk, is dat eigenlijk al een lange traditie in Oosterwijk? Ja, Wonderland heeft een lange traditie. Dit jaar draaien we voor het 30ste jaar. Ongeveer, de exacte begindatum weten we niet, maar 5 jaar geleden hebben we gegokt op ons 25-jarig bestaan. Dat was in ieder geval het minste. Nu vieren we ons 30-jarig bestaan. We hebben op een gegeven moment zitten bedenken van hoe lang bestaat Wonderland. En eigenlijk zijn we er niet helemaal uitgekomen. Maar ik weet van mezelf, ik zeg al vanaf 1980 ongeveer ben ik erbij betrokken geraakt. Maar daarvoor was het er ook. En dan uitgaande van mijn leeftijd hebben we, en van meer mensen trouwens die daar ook bij waren geweest. Zo van, nou, dat moet dan ergens rond 1970 geweest zijn. Dus dan hebben we op een gegeven moment gezegd, oké. 1970. Tegenwoordig wordt het natuurlijk vaak Wonderland genoemd. Was die naam er al vanaf het begin of is die ontstaan op een gegeven moment? Of is het officieel nog steeds kindervakantieweek? Nee, ik denk dat wij dat toen bij de notaris... Ik denk dat Wonderland al heel erg lang, zo lang, en zeker bij was het al Wonderland. En het was Stichting Kindervakantiewerk was het dan. Hè? Dus dat is... Maar het werd wel altijd al Wonderland. Ja. Ik heb zelf volgens mij als kind meegedaan en er zat het in de kunstkring. Toen, volgens mij heette het toen al Wonderland. Ja. Maar officieel was het inderdaad Kindervakantiewerk Oosterwijk en viel het onder Stichting Jeugd en Welzijn en later onder de Leest. En we hebben het er net nog over gehad, van hoe is dat nou eigenlijk allemaal gegaan. En de Leest die wilde dat stichtingen of verenigingen zelfstandig gingen worden, dus een stichting gingen worden. Ja. En toen zijn wij met z'n tweeën naar de notaris gegaan om Stichting Wonderland officieel te maken. En dat was in 1992. Ja. Ja, en het grappige is dat je... Want de leden van de stichting waren de kinderen. En er staat in de statuten dat we dan 1 keer per jaar een kindermiddag moesten organiseren. Om de kinderen van Oosterwijk inspraak te geven in onze stichting. Ja. Maar veel hebben we toen, jij vertelde het laatst nog, hè,
Ja, we hebben dus zitten schrijven daar, ook met ondersteuning vanuit de lees, zeg maar, zonder jongerenwerkers. En toen ging het over, ja, statuten, daar moeten leden in. Ja, wie zijn dat dan? Nou, zegt hij, alle kinderen van Oosterwijk. Ja. Alle kinderen van Oosterwijk. Ja. Wat daar is overgenomen. Ja, moet je dan doen? Ja, alles als maar binnen de wet blijft. Staat er letterlijk in de documenten. Alles is als maar legaal is en binnen de wet valt in Nederland, dan mag het. Dus dat was wel een hele leuke gewaarwording. En waarom we dit gedaan hebben, want daar heb ik ook over na te denken, dat weet ik eigenlijk ook niet. Snap je waarom we dit toen zo neergezet hebben? Ja, ik weet dat we erover gehad hebben. Het zou heel jammer zijn als het ophoudt te bestaan. Dus ja, dan dachten wij, nou weet je wat, dan richten wij die stichting op samen. Ja. En dan doen we dat gewoon. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus aanstaande zal Wonderland zijn tenten weer opslaan in het Willem van der Aa-park in de Pannenschuur. Voordat het echter zover is, zal er door een aantal zeer enthousiaste mensen al veel werk zijn verzet om dit project te kunnen doen slagen. Aanmelding kinderen. Laat ik even, daarom had ik mijn laptop nog bij, zal ik even ter plekke kijken hoeveel we er nu hebben. Ik had ook eentje bij jou, Ferry. 364. Oh, dat is goed. Okay. 364. Dat is best netjes. Nog steeds een zeer enthousiast bestuur. Met gelukkig ook jongere mensen ook weer. Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Dat vond ik zelf. Ik heb natuurlijk ook heel lang nog in het bestuur gezeten. En ik vond echt dat ik plaats moest gaan maken voor anderen. En dat niet omdat ik het niet. Ik vond het heel erg leuk, maar ik kan alleen maar een beetje denken in dat stramien wat ik al jaren doe. En dan is het juist leuk als er nieuwe mensen komen die out of the box kunnen denken. En daar vond ik zelf wel, want ik had het heel graag gewoon nog gedaan, omdat ik het nog steeds superleuk vind. Kunnen jullie ons een beetje meenemen in het proces richting zo'n thema, zeg maar? Van het moment van, dit is een leuk thema, tot aan daadwerkelijk de week? Ja, dat was meestal zo rond de jaarwisseling, hè, dat het nieuwe thema bedacht werd. En dan. Zat meestal een beetje in de spelcommissie. Ja, dan werden de taken verdeeld. En de spelcommissie die ging dan spelletjes verzorgen. En het bestuur zorgde ervoor dat de tent er was, de toiletwagen, hekken eventueel rondom. Dat was helaas op een gegeven moment nodig. Sponsors vinden, het boekje voorbereiden. Oh. Ja, voor de keuken moest er dan ook van alles georganiseerd worden. Dat deed in de jaren dat wij meededen, deed Jo Builings dat. Er was ook een afdeling apart. We functioneerden ook hartstikke. Naarmate het aantal deelnemers groeide, werd dat natuurlijk steeds grotere deel, zeg maar. Kinderen moeten allemaal op een gegeven moment Ranja hebben. Maar ja, of je voor 100 kinderen Ranja maakt of voor 400. Ja. Dat is wel even een verschil natuurlijk. Ik hoorde dat er 300 kinderen zijn bij Wonderland. Hoeveel liter limonade gaat er door per dag? Dat ligt aan het weer. Gisteren was het heel warm. Gisteren hebben we iets van 500 liter aangemaakt. Ranja erdoor, 500 keuken. En hoeveel broodjes worden er nu gesmeerd? Nu zijn het er 600. Die gaan vanmiddag voor de hamburgers. Die gaan vanmiddag bij de tweedehandsmarkt worden die gegeven aan de kinderen. En wanneer was alles ongeveer, zeg maar, echt uitgewerkt en rond? De dag voor Wonderland. Soms in de week zelf nog. Ja. En de inschrijving, ook het groepen indelen, dat was ook altijd veel werk. Want de kinderen schreven zich dan in en dan mochten ze hun voorkeur aangeven bij wie ze graag in het groepje wilden. Ja, je wilde zo'n groepje natuurlijk ook wel een beetje evenwichtig samenstellen qua jongens, meisjes en qua leeftijd en ook wel qua dat het te doen is voor de vrijwilligers die dat groepje moeten begeleiden. Dus niet alle doerakken bij elkaar. Nou ja, dus dan was je daar ook. En dat was natuurlijk, dat kon pas vanaf het moment dat ze ingeschreven hadden. En dat was ook altijd wel een pittige klus. Ja. Ja. En ik heb gehoord dat lange tijd gewoon aan huis ging. Ja, dat gebeurde gewoon aan de deur. Dus op een gegeven moment was dat bij ons aan de deur. En toen, ik dacht, nou ja, dan belt er af en toe eens iemand aan, hè. En ze konden zich vanaf een bepaalde dag, vanaf een bepaald tijdstip geloof ik zelfs ook, konden ze zich aan inschrijven. En toen, toen ging de bel. Ik denk, nou, dan zullen we de eerste hebben. En ik doe de deur open.
En er staat een rij echt helemaal door de straat. Dus daar ben ik dus toen heel lang mee bezig geweest. Volgens mij heb ik nog iemand gebeld en gevraagd van kom alsjeblieft even helpen. Want heel de straat staat vol met mensen met inschrijvingen. En hoe probeerde u dat thema terug te laten komen dan naast het decor? Ja, het is toch een beetje de naam die aan een spelletje gegeven wordt. Maar in basis komen heel veel spelletjes gewoon altijd hetzelfde. Ja, je hebt terug. Gewoon een verhaallijn. Dus als we bijvoorbeeld Olympische Spelen hadden, dan hadden alle namen van de spelletjes, dat had dan op een of andere manier een Olympisch tintje. Ja, Ruud en ik hebben het samen echt lang gedaan. En dat deden we ook echt wel voorbereiden. Dat deden we ook samen met Trapaf, toneel. Dan deden we ook echt gewoon een paar avonden bij elkaar. Hoe gaan we dat in elkaar zetten? Ja, hè? Want je kunt wel een koning, maar het moet ook een leuk verhaal zijn. En ik weet nog dat we een keer hadden als piraten. En Ruud had een schatkaart op zijn rug met onzichtbare inkt. En die kwam met badwater, kon je dat zien. Ja, zo maakten we alle verhalen. En dan gooiden we dat op. En dan kwam er een stuk van de kaart. En dan, kinderen helemaal geweldig. Ja, iedereen kreeg die kaart. Want iedereen wint altijd bij Wonderland. Hè. Dus er is niemand die verliest. Iedereen krijgt de prijs. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar dat was ook wel een van de leuke dingen. Leuk, ja. Hier zijn ze. Hartelijk applaus voor Samson en Gert. En op ons alle die op. Wat waren jullie favoriete thema's? Oh jee, thema's. Ik heb veel thema's. Ik heb zo'n collage met allerlei pakken die ik aan heb. Want ik heb heel lang gepresenteerd ook alles. Dus ik heb Eskimo's en ik heb cowboys en indianen en piraten gezien. Ja, het leukste vond ik overigens, dat was toen we de film hebben gemaakt. Dat heette dan... Ja. Net als in de film. Ja, Alex in Wonderland was in die film. Ja. En toen hadden we zelf ook een auto gemaakt, of zo'n Hollywood auto, dan noemden we de Cadillac. Het was een cadet en die hadden we zelf met stijgerplanken betimmerd. En daar kwamen we aan en dan hadden we echt ook een crew met poederdozen en dat soort dingen meer. Dat was eigenlijk wel een superleuk, want dat liep continu door. Dus er werden scènes opgenomen en gedaan. En uiteindelijk hebben we daar een film van gemaakt. Die zal nog ergens ooit zijn. Die hebben we nog gedraaid in de tent. Maar als de zon vol schijnt, valt het tegen om een film te draaien in een tent. Oké. Ja, zet een dame hier recht voor de neer. Zit je verder. Niet tegen die paal. Oké, jongens. Uitstappen. Dan zullen we het hier eens gaan regelen. Met de tape. We hebben Landa van Poederstein Chanel nummer 5. Die poedert alles vol. We hebben daar onze geluidsman en de lichtman Joep. En de belangrijkste van allemaal, onze klakkeur Bart. Die is heel belangrijk. Ik zeg altijd: camera loop. Licht klaar, geluid klaar. Actie. Zo gaan. En als het niet goed gaat, dan zeg ik een
Eigenlijk moet ik dan een vies woord zeggen, dat is ook maar niet doen. Dan roep ik dan heel hard, stop! En dan beginnen we gewoon overnieuw. Maar dat is een beetje een probleem, want we moeten die film opnemen. En we hebben maar één band. En dan moet alles op. Dus we moeten proberen alles in één keer goed op te zetten. Dan hebben we niet zoveel extra tape. Maar dat moet lukken. Ik kan me wel herinneren, en dat weet ik heel precies, dat was in 1997. Toen was gewoon aan het einde van de dag, om 4 uur, hè, dan gingen de kinderen die gingen weer naar huis. En nou, ik denk 5 over 4 of 10 over 4, toen stak er echt een storm op, niet te zuinig. En die blies ook recht op de ingang van de tent, die daardoor dreigde de lucht in te gaan. Dus alle vrijwilligers en alle volwassenen die er nog waren, die hingen aan, letterlijk aan die tentstokken om de boel bij elkaar te houden. En er was iemand bezig om alle vakken, geloof ik, dicht te knopen. En ik weet het nog heel precies, omdat mijn tweede dochtertje was net geboren. En ze was 2 weken oud, dus ze stond in de kinderwagen midden in die tent. En ik hing in die, aan die buizen van die tent. Een beetje schietgebedjes te doen van, oh, als dit maar goed gaat, want er staat nooit nog een kindje van mij hier. Wij zijn van Wonderland en springen op en neer. Wij zijn van Wonderland en zingen keer op keer. Wij zijn niet te stoppen, spelen samen heel de dag. Strijden voor de beker, maar wel alles met een lach. Want wij zijn Wonderland, is iedereen al klaar? Ja, wij zijn Wonderland, het feestje van het jaar. En als de week voorbij is en we moe zijn maar voldaan, dan staan wij volgend jaar hier weer vooraan. Prinsen en prinsessen, o ridders, maakt u klaar. De strijd die gaat beginnen, de tijd die is nu daar. We zullen hier gaan strijden, een ieder zij aan zij. En niemand die blijft achter, nee zelfs niet de lakei. Samen overwinnen, want niemand hier is bang. Laat je maar eens horen, kom maar op met dat gezang. Wij zijn van Wonderland. En springen op en neer, wij zijn van Wonderland. En zingen keer op keer. Wij zijn niet te stoppen, spelen samen heel de dag. Strijden voor de weken, maar wel alles met een lach. Want wij zijn Wonderland. Is iedereen al klaar? Ja, wij zijn Wonderland. Het feestje van het jaar. En als de week voorbij is en we moe zijn maar voldaan, dan staan wij volgend jaar hier weer vooraan. Wat waren voor jullie hele leuke thema's in jullie tijd? Ja, persoonlijk vond ik de Flintstones heel erg leuk. Dat was echt een hartstikke gezellig thema. Ja. Daar hadden we ook heel veel borden bij gemaakt van die figuren van Flintstones. Poppen en allerlei. Bam Bam. Precies. Pebbles. En allerlei attributen. We hadden dino-eieren en carbonades en brokkensteen en nou ja, allemaal van piepschuim. Maar ik denk dat de Flintstones een van de eerste echt uitgewerkte thema's was. Ja. Daarvoor was het wel een beetje een thema, van, maar niet heel erg uitgesproken. Maar na de Flintstones zijn we ook elk jaar bezig geweest met decor. En dat werd ook steeds groter. Het begon met alleen een poort of zo. En nou ja, op een gegeven moment was het ook voor de hele voorkant van de tent. Bestond uit panelen die beschilderd werden door Tom Kleindijk. Kleindijk. Ja. Die maakte supermooie decors. Ja, en nou ja, ja. En zo zijn er heel veel thema's langsgekomen. Oude traditie bij Wonderland is de kindermarkt. Al sinds jaar en dag mogen kinderen op donderdagmiddag hun oude spullen proberen te verkopen aan geïnteresseerde bezoekers. Ook zijn er op deze middag vaak speeltoestellen en eetkraampjes aanwezig. Yeah, 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 yeah.
tent was natuurlijk ook heel kenmerkend voor Wonderland. Ja. Die staat er ook al heel lang. Ja. Stond die er al toen jullie begonnen als bestuurslid? Toen ik begon wel. Ja. En toen moest hij ook steeds een maatje groter. Vanaf wat, ik zeg al vanaf dat ik erbij betrokken was. Het eerste jaar stond, dat ik erbij was, stond er volgens mij geen tent. En daarna hebben we een aantal jaar met een legertent gewerkt. En op een gegeven moment is er vanuit de toenmalige stichting, Stichting Jeugdwelzijn volgens mij was dat. Die hebben toen een tent gekocht. Want kwamen jullie s'avonds ook echt nog bij elkaar? Nou, ja, we moesten de tent bewaken. Ja. Dus er moesten altijd mensen in de tent slapen. Ja, want anders kan iedereen zomaar overal bij natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ja, we hadden wel bouwhekken eromheen staan op een gegeven moment. Er omdat er veel te veel gekleerd werd s'nachts. Ja. Ondanks het feit dat we in die tent sliepen. Op een gegeven moment hadden we zeecontainers om spullen in op te slaan. Ja, dat scheelde ook al wel. Scheelde ook. Ja, maar er zijn altijd... Er zijn altijd mensen in de tent geslapen. Tot aan de dag van vandaag denk ik nog wel. Geen volgens idee. Volgens mij ook. Ja. De Stichting Wonderland eindigt elke week die ze organiseren met een gigantisch aantal ballonnen dat wordt opgelaten. En daar gaan ze. Op de enkele al per ongeluk losgelaten ballon na moeten dit bijna 300 ballonnen zijn. Aan iedere ballon hangt een kaartje met de naam van het kind. Wie komt er het verst? Wie zal deze wedstrijd winnen? En met het vermelden van naam en adres. Mm-hmm. De achterkant. En zodoende weten we dan wie het kaartje terug heeft gestuurd. Er is nog een discussie geweest een aantal jaren geleden. Omdat we op een gegeven moment vonden dat het gewoon niet meer kon natuurlijk. Want milieuvriendelijk is dat niet, al die ballonnen. En dat heeft nog wel wat voet in aarde gehad om dat te stoppen hoor. Want daar kregen we echt wel commentaar op van de kinderen. Want waar zijn de ballonnen? En het is natuurlijk ook een afsluiting. Hè? Het is echt een afsluiting van de week. Dus het aftellen en al die ballonnen lucht in. Dus daar hebben we ook echt wel over na moeten denken, hoe sluit je dan zo'n week af? We hebben een keer een vlaggenparade gedaan. Ze hebben allemaal een vlag gemaakt en dat was ontzettend leuk, maar toch mis je dan, ja. En we gaan het absoluut niet meer doen hoor, met ballonnen, maar we zijn er wel steeds zoekende van hoe sluit je dan zo'n week af. Bij Wonderland, daar is de hele week van alles aan de hand. Gaan op safari door het bos en op het land. En iedereen maakt hier zijn eigen verhaal. Het is de allermooiste week van allemaal. En wat ik ook nog heel goed herinner, wat ik ook heel erg leuk vond, was toen we hebben ooit een avondspel gedaan voor de wat oudere kinderen. En dat was Venkraainacht. Dat hebben we toen gedaan. En dat was bij de Venkraai in Oosterwijk, in de bossen. Spannende en we hebben één hele erg spannende gehad. En daar is het nog jaren over gegaan. Ja. En toen had ik een verhaal bedacht. En dat verhaal dat had ik Venkraainacht genoemd. Wel, het ging over ridders die betoverd waren. En kinderen moesten dus die ridders gaan zoeken. En zo konden ze dan die ridders op een of andere manier bevrijden. En... nou, wij gingen dus die nacht, of die avond gingen we naar het bos. Bij Grootspijk was dat toen. En daar heb ik allereerst het verhaal staan te vertellen. En toen moesten dus de kinderen het bos in. Maar toen hadden we geregeld dat op dat moment de politie langs zou komen. En toen was Jos Lepien, want die was vrijwilliger nog. En die was bij de politie. En die is toen met... met sirenes aankomen rijden, die kinderen aan, politie. Ja. En dat was, die dachten natuurlijk, het is zo'n flauw spel, we gaan een spelletje doen. Maar de politie zei, de uniform, het is Venkraainacht. Ja, we kunnen jullie niet tegen, maar denk goed na wat je doet, hè. Ja, dan moet je niet zomaar... En dan staan er in één keer 40 van die kinderen en denken, Venkraainacht. Dus bestaat dus echt. En... naderde onweer. En dan naderde onweer. Maar dat was toen. Dat hadden we niet geregeld. Hadden we niet, maar het rommelde zo. Echt zo in de verte bleef het rommelen. En het bleef weg. Maar het rommelde. Dus maar die politie die had zoiets van. Ja. En dat hadden we ook afgesproken. Zo van. Ja, maar jongens, jullie kunnen zo hier met die mannen het bos niet in. En dan stel dat dat misgaat. En er waren al die kinderen bij, hè? Dus dat was ook de bedoeling. Ik zeg, ik weet wel hoe ik dat... Ik krijg ze wel, we kunnen ze wel dat bos uithalen. Ja, hoe ga je dat dan doen? Weet ik niet. Ik heb een fluitje. Oh, maar wacht even, zei de politie. Ik heb wel een... Die hadden wij ze natuurlijk gegeven. Zo'n luchthoren.
Ja. En dus kregen wij van die politie die luchthoren. En van, nou, als het dan echt te spannend wordt, dan toeteren. En dan moet iedereen zo snel mogelijk dat bos uit. Ja. Oké, dus geregeld. En politie tevreden en ik tevreden en iedereen tevreden. Oké, nou, dan gaan we nu dat spel spelen. En toen kwamen er jongens, die hadden overdag gezegd, die waren een jaar of 12. Oh ja, met begeleiding of niet? Wij willen geen begeleiding, zeiden ze, want zo'n spooktocht, dat is... Wij zijn echt niet bang, dat is bang, dat is flauw. En die kwamen op dat moment kwamen ze naar me toe. Mevrouw, mogen wij misschien toch met begeleiding het bos in? Maar goed, het bos in. Ja, precies. En uiteindelijk was iedereen dus het bos in. En toen was het spel, nou, ik denk nog geen half uur bezig. En toen ging het onweer. En toen kwam dat onweer ineens. Ja. En het ging echt zo flits, 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 kring, flits. Kring, kring, kring. Echt zo boven ons hoofd. Dus ja, dat was echt... Ja, toen moesten we uiteindelijk hebben een heel klein stukje... We moesten natuurlijk uit de bossen om vanwege het onweer, maar... Ja, ik heb zelden kinderen zo bang. Die stonden echt zo, meneer. Wat ik ook altijd ontzettend leuk vond, en om te lachen ook wel. Henk Berbe, dat is ook een vrijwilliger van ons, die is 2 jaar geleden overleden. Dat was de oudste vrijwilliger van Wonderland. En die was altijd jarig op vrijdag met Wonderland. Zolang als hij meegedaan heeft, was hij jarig en trakteerde niet op ijsjes. Echt fantastisch. Dan zat hij daar, in het begin kon hij nog staan, op het laatst zat hij op zijn rollator. En dan zat hij, en al die kinderen kwamen, die stonden in een rij, die kwamen hem feliciteren. En dan kregen ze een ijsje. En Henk Berbe was altijd met honden aan de vrijdag jaar. Ja, dat was ook leuk. En hij is overleden. En toen heeft hij zelf besloten dat er een collectebus. Hij wilde dus geen bloemen of zo met zijn crematie. Maar hij wilde geld voor kindervakantiewerk. En met het geld wat dat toen opgehaald is, hebben wij ijsjes gegeven ter nagedachtenis. Dus het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar ik vond het wel leuk. Ja, het is wel een bijzonder iets. Een bijzonder om te vertellen. Ja. Dit was de documentaire over het 50-jarig jubileum van Kindervakantieweek Wonderland. Ter afsluiting volgt nog een mooie compilatie aan beeldmateriaal over de afgelopen 49 jaar. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor mij. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Het strand, de zee, de volle maan, de hemel waar de sterren staan. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. En ben je soms niet goed gezind? Denk aan de glimlach van een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Ja, dat maakt je weer vrolijk. Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor maar één.
heb je soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing dit.